Met de Kodiaq haalt Skoda het grote geschut boven. De allereerste zevenzits SUV van het merk heeft een wielbasis van 2,79 meter, drie zetelrijen en een koffervolume tussen 720 en 2065 liter. Onder de motorkap vinden we drie TSI-benzines en twee TDI-diesels terug, gekoppeld aan een handbag en een automatische transmissie met dubbele koppeling. De Kodiaq is leverbaar met voor- en vierwielaandrijving en richt zich zowel naar particuliere als fleetklanten. Hetzelfde geldt voor de vernieuwde Octavia die op het Salon van Brussel zijn wereldpremière beleeft. De bestseller van het Tsjechische merk krijgt een hertekende frontpartij en achtersteven, adopteert nieuwe infotainmentsystemen en zet grote stappen in zaken connectiviteit, dankzij nieuwe mobiele online diensten. Het model is leverbaar met maar liefst 9 motoren. Naast de gewone berline komt hij ook als combi-brake variant op de markt.